Melk wordt duurder. Weer geen schoolbussen vandaag. En opstand in Libië. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Melk is goed voor elk, maar je moet er wel meer voor betalen. De broodjes waren al duurder en nu is ook de prijs van melk omhoog gegaan. Melk, yoghurt en vla. We gebruiken het allemaal. Maar alles wordt duurder, dus ook de melkproducten. Onze belangrijkste melkproducent, de melkcentrale, gaat op 1 maart de prijzen verhogen. Ik vind het wel erg, want melk is hard nodig. Het is een elke dag voedingsmiddel voor de mens en we hebben het hard nodig. Thuis bij mij gebruiken we wel melk voor pap, voor een paar andere dingen. Ik vind het erg, want bepaalde mensen hebben ook melk nodig voor baby's en voor andere dingen. Het heeft alles te maken met de internationale prijs van grondstoffen die nodig zijn voor het maken van de melkproducten. Zoals suiker, poedermelk en verpakkingsmateriaal. Ook de brandstof is duurder geworden. Daarom gaat de prijs van alle melkproducten omhoog. Ik vind het ook erg, want ik hou verschrikkelijk veel van chocolademelk en andere dingen met melk. Ik ga het wel gebruiken, want het is gezond. Het helpt je groeien en zo. Ik hou van chocomelk, ik hou van vla, dus ik misschien zou het wel kunnen dat ik het minder ga gebruiken, maar hopelijk doen ze iets eraan, want ik vind het gewoon lekker. Alleen de prijs van volle melk blijft hetzelfde. Daarvoor wordt rauwe koeienmelk gebruikt en het komt van de Surinaamse koeien. Niet alleen de melkcentrale heeft de prijzen verhoogd. Andere bedrijven hadden dat al eerder gedaan. Weer bleven vandaag scholen dicht in stad en district. Kinderen en leerkrachten die afhankelijk zijn van de schoolbus bleven thuis. De bushouders hebben nog steeds geen geld gehad. Dit is Priscilla. Zij is helemaal ready om naar school te gaan. Normaal stopt de schoolbus vlak voor haar huis. Hopelijk rijden ze vandaag wel. Het is de vierde dag dat de schoolbus niet kan. Vorige week vrijdag zouden we taalrepetitie maken, maar het is niet doorgegaan. Wegens de school is het niet doorgegaan. Dus we moeten maar wachten wanneer de school weer begint. Wachten, wachten en wachten. In de verte komen wat voertuigen aan. Maar helaas nog geen schoolbus. Ik vind het vervelend, want wij blijven achter. We kunnen niet verder gaan met ons schoolwerk, dus we moeten wachten, maar wachten. Dus dan maar weer naar binnen. De Sint-Bernardus school had vandaag weinig last van de staking. Daar is normaal school. Leerlingen en leerkrachten zijn er allemaal. Ik vind het goed. Ik ben blij dat we naar school kunnen, want andere kinderen kunnen niet naar school. Ja, want vandaag hebben we ook repetitieadreskunde. Op OS Rijsdijk is het weer anders. De leerkrachten zijn allemaal aanwezig, maar er was geen leerling te vinden. Kinderen zijn allemaal afhankelijk van de schoolbus. En de kinderen die lopen, als die naar school komen, dan hebben we nog geen 20 kinderen. Dus we zitten er. Zij zijn er niet. Ze kunnen niet werken. Ook geen school op OS Rijsdijk dus. Want leerkrachten kunnen geen les geven als er geen leerlingen zijn. Het ziet er naar uit dat de bussen morgen weer in de garage blijven. Volgens voorzitter Kenneth Themen van de Bushoudersbond is er nog geen geld. Het is heel onrustig in Libië, een heel groot land in Noord-Afrika. Het ligt naast Egypte, waar een paar weken geleden ook al duizenden mensen de straat opgingen. In Libië protesteren de mensen tegen de leider van het land, kolonel Gaddafi. Kolonel Gaddafi is al meer dan 40 jaar aan de macht. Veel Libiërs vinden dat hij te streng is en te veel geweld gebruikt. Ze willen meebeslissen wat er in het land gebeurt. In Libië zit er heel veel olie in de grond.
Daarom is het land erg belangrijk voor rijke landen. Vanochtend staken demonstranten het gebouw van de regering en een paar politiebureaus in brand. Om de protesten te onderdrukken, zou de politie al zo'n 200 mensen hebben doodgeschoten. Het is moeilijk om te zeggen wat er precies gebeurt. Internet is afgesloten en journalisten mogen het land niet in. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Nieuw-Zeeland ligt ver weg in de buurt van Australië. De aardbeving heeft de aarde zo doen trillen dat de stad Christchurch bijna compleet is verwoest. Zeker 65 mensen zijn door de aardbeving om het leven gekomen. Waarschijnlijk liggen er nog zo'n 100 anderen onder het puin. Ook veel huizen en wegen zijn door de aardbeving ingestort. De hulpverleners gebruiken speurhonden om zoveel mogelijk mensen te redden. Volgens de burgemeester van Christchurch is er nog meer hulp nodig. Uit het hele land komen extra hulpverleners naar het getroffen gebied. Regen, regen en nog eens regen. Het kwam met bakken uit de hemel. Zoveel regen. En we dachten nog wel dat de droge tijd begonnen was. Wow, echte golven. Dat het gistermiddag hard heeft geregend, dat is duidelijk te merken. Want een heleboel straten in onze binnenstad zijn vandaag helemaal blank van de regen. En daarom zijn een heleboel scholen vandaag ook dicht gebleven. Net als de Petunia School. Ik kwam naar school met de schoolbus en er waren een paar jongens voor en ze zeiden me, er is geen school, mogen we naar huis. Toen zei mijn schoolbus, ik moet uitstappen, laat mijn moeder me komen halen. En toen kwam ik even kijken en zag ik dat er echt geen school was, want de klassen waren onder water. Ik zit in de 6e klas en vandaag had ik repetitie en ik heb geoefend en ik kan het niet maken. Ik vond het aan de ene kant niet leuk omdat we vandaag veel twee repetities hadden en we missen veel. En aan de ene kant vind ik het wel leuk, want dan mogen we weer lekker naar huis. Er waren klassen die repetities hadden, maar we houden zeker rekening ermee. De repetities moeten ingehaald worden. En daarvoor zorgen wij wel ervoor. Ik wil dat de klas zo wabberen en dat het droog, snel droog was, zodat we weer naar school kunnen komen. Want morgen, vrijdag, donderdag en vrijdag zijn we vrij van school en dan missen we heel veel lessen. Ik vind ervan dat de vrouw en anderen zijn hier op school en wij zijn vreselijk achter. En we hebben geen les over dan nu. Moet ik weer naar huis gaan. Het zijn heel wat leerlingen die met slippers op school komen. En ook al komen ze met schoenen. Het is een onhygiënische toestand om water lessen te volgen in een lokaal met water. Dat kan gewoon niet. Overmorgen kan ik nog niet garanderen. Ik hoop dat het niet regent. Maar als het regent, dan ben ik weer bang dat het weer onder water loopt. Letterlijk iedereen had last van de regen. Vooral sluisbeheerders. Zij hadden gisteren en vandaag hun handen vol aan. We hebben de hele avond gewerkt. Ja, maar heeft ons niet gelukt om al het water via de sluizen weg te krijgen. Want het was zoveel en we zijn nog steeds bezig. Dus maar het komt goed. Ja, kinderen, jullie tuin, huis, sluizen komen goed. Ja, het wordt weer droog. Want we zijn nog steeds bezig. Als je de afgelopen dagen naar buiten gekeken hebt, denk je gauw dat de regentijd is begonnen. Toch is dat niet zo. De kleine regentijd stopt juist midden februari. Volgens Jimmy Samio van de Meteorologische Dienst is er een ander probleem. Het is een storing binnen de atmosfeer. En die storing is 2 weken al lang stationair. Dus het blijft boven Suriname. En hij zorgt voor op bepaalde plaatsen dat wij dan ook zware buien krijgen. Zo, en als het de komende tijd zo hard door blijft regenen, gaan we voorlopig nog even door het water moeten lopen. Maar na regen komt zonneschijn en hopelijk binnenkort. Dat was het dan weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Doei!